Het advance team van de OAS heeft zich van 24 tot en met 26 oktober in Suriname georiënteerd. Deze missie had als doel de voorbereiding te plannen van de 54ste General Assembly van de OAS, die in juni 2024 in Suriname zal worden gehouden. Tijdens de plenaire sessie gaf Bibbes minister Albert Ramdin aan dat Suriname als gastheer toegewijd is om deze vergadering succesvol te maken. 6 weken voor de algemene vergadering zal Suriname tevens de ACS-vergadering huisvesten. Op het commissariaat Groningen in Saramacca hebben woensdag ongeveer 33 landbouwers de training irrigatiemanagement in groentegewassen, fertigatie en componenten gevolgd, die is verzorgd door LVV-deskundigen. De training vloeit voort uit het LVV-IDB-project Strengthening of Open Field Vegetable Production. De participanten leren hoe theoretische informatie over het efficiënt gebruik van irrigatiewater en kunstmest of andere bodemverbeteraars gelijktijdig bij de plant te brengen. Het Gaming Control Board heeft onlangs een cruciale mijlpaal bereikt in het proces van het implementeren van vergunningsbijdragen. De 4e feedback- en discussieronde met belanghebbenden uit de kansspelsector heeft plaatsgevonden op 13 oktober en dit markeert een belangrijke stap in de richting van een meer transparante en veilige gokomgeving. De Gaming Board heeft verschillende implementatiemodellen geëvalueerd en gedeeld met de vertegenwoordigers van de kansspelsector. In deze laatste ronde hebben ze hun definitieve voorstel gepresenteerd dat gericht is op het heffen van vergunningsbijdragen en exploitanten in ruil voor het aanbieden van kansspelen.